Beste kijkers, uh, wederom welkom. Tweede keer in, uh, in deze successerie van 2013 dat ik uh, u te woord mag staan als burgemeester van de gemeente Opmeer. Nogmaals, mijn naam is uh, Gert Jan Nijpels. En ik moet u zeggen, ik zit hier een beetje relaxed op mijn stoel, omdat ik net ben bijgekomen van mijn uh, vrijwillige taak om gedurende Ons Kinderdorp, wat natuurlijk de grootste van West-Friesland is en de beste van Nederland, en kwalitatief uh, de meest uitmuntende in Europa, maar daarover later. Heb ik uh, mogen koken voor zo'n 150 tot 160 vrijwilligers per dag, die tussen de 6 en de 700 kinderen hebben begeleid in vier dagen Huttendorp. En het was een grandioos succes. Uh, niet alleen het Huttendorp, maar alle vrijwilligers hebben zelfs na mijn kookkunsten uh, alles overleefd. En dat is op zich natuurlijk ook een wonder. Dat mensen na het eten van, het, uh, van de Bami van de Burri, wat een van de meest gewenste uh, dishes is die wij uh, mogen serveren samen met alle vrijwilligers. Dat die mensen het overleefd hebben. Dat is in deze tijd van uh, voedselschaarste en uh, allerlei dingen die te maken hebben met één-nummers uh, e en noem maar op, toch wel een wonder. Want wij koken allemaal lokale producten. We houden ze dan natuurlijk de Bami, de Mie als zodanig, die wordt geïmporteerd uit China via een bevriende relatie van ons. Maar de rest, de kip, de groenten, de duivelse en de oude fluit wat erin zit, is allemaal vers van de pers. Dus wat dat betreft zeker een uitnodiging mijnerzijds naar u toe als u kijkt om zich wellicht op te geven als vrijwilliger volgend jaar. Want je kunt dan niet alleen die kinderen een blije periode bezorgen, maar je kunt ook nog eens lekker eten ook. Ja, en dat in een zomer die toch beladen is qua temperatuur. Want we kennen de zomerse waarden die we dit jaar hebben gehaald, kennen we eigenlijk pas nou, uit de historie van, van, van de waarnemingen. Dit is een van de betere zomers om het zo te zeggen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook uh, helaas mogen meemaken dat er sombere dingen gebeurden in zo'n uh, zomervakantie. We hebben afscheid mogen nemen van uh, onze prins Friso, die uh, helaas uh, door de koninklijke familie is begraven, zoals u weet. En dat hebben we natuurlijk ook allemaal gezien uh, op televisie, uh, weliswaar in de privésfeer, maar toch stond de familie ons toe om uh, een kijkje te nemen, uh, zo, om zodoende ook uh, te kunnen meeleven met. Uh, met de droevenis die over de familie is heen gekomen. En vanuit deze kant, natuurlijk ook vanuit het gemeentebestuur van Opmier alle sterkte toegewenst. Ja, en uh, dan ga je van de uiterste, uh, niet alleen qua temperatuur en zon, maar ook van beleving, uh, ook weer naar een ander evenement. Dat was de landbouwdag dit jaar. We hebben uh, zo'n ruim 13.000 bezoekers mogen zien op uh, de landbouwdag. Ook een dag waarin ik in een zwart pak rondliep met een bolhoed op. Uh, sommigen zullen uh, mij herkend hebben met de zware ambtsketen om. En dat was ook afzien van s morgens uh, 7 tot zo'n avonds 7. Want de weersgoden uh, waren ons ook gunstig gestemd. Maar in een zwart pak met de bolletop op kan ik u vertellen: bij bijna 30 graden was dat echt afzien. Ik heb uh, mijn t-shirt s'avonds nog uitgevrongen En dat leverde in ieder geval 2 liter lichaamsvocht op, die ik weer heb gebruikt om de tuin te besproeien. Maar ik zal u voor de rest van de details besparen: het was gezellig, maar zeer vermoeiend. En we zijn er nog niet, want uh, we hadden het net in het voorgesprek voor de opname het erover. Eind augustus uh, hebben wij onze Zomerpop. Uh, een grandioos evenement, wederom uh, gedragen geheel en al door vrijwilligers uit de omgeving. Met een scala aan artiesten die, uh, die er echt toe doen. En uh, ja, daar bent u natuurlijk ook van harte bij uitgenodigd. U kunt dat ook allemaal via de website van Zomerpop uh, bekijken. U kunt kaarten bestellen via de website, betalen via de website. Uh, een bijzonder gezellig evenement. En dan politiek, bestuurlijk ja, is het natuurlijk ook van belang om uh, daarbij stil te staan. We hebben uh, met uh, de voorkomende september het Prinsjesdag in het vooruitzicht uh, zitten wij als gemeente met spanning te wachten op de uitkomsten van het coalitieoverleg. Want we gaan ervan uit dat ook wij als gemeente wederom getroffen zullen worden voor een deel van de 6 miljard extra bezuinigingen. Uh, dat gaat ons niet in de koude kleren zitten. En bestuurlijk gezien is het voor alle zeven gemeenten in West-Friesland een tour de force... om uh, onze financiën voor de komende jaren en volgend jaar natuurlijk de verkiezingen op orde te houden en te krijgen. Uh, dat zal uh, waarschijnlijk u ook gaan merken. Wij kunnen er niet aan ontkomen als gemeenten om bezuinigingen van het Rijk door te voeren in bezuinigingen op gemeentelijk niveau. En voor de gemeente op meersprekend... Betekent dat niet dat wij ruxzichtloos iedereen zullen korten en al die dingen meer. Maar we zullen echt proberen daarin een sociaal beleid te voeren waar mensen met de krapste beurs uh, uh, moeten worden. Onzinziens. En dat brengt mij weer tot volgend jaar. Dat is, uh, want in oktober uh, krijgt u mij nog een keer te zien en te horen. Uh, dan zijn in maart de verkiezingen voor de gemeenteraden. En ik hoop toch echt dat u uw keuze zult uh, laten bepalen op het gebied van lokale politiek. En zich niet zult laten sturen door wat er landelijk allemaal aan de hand is. Het gaat hier om de gemeenschap van Opmeer straks. Of de gemeenschap van Hoorn, of van Medemblik, of van Stedenbroek, of van rechterland of van Kocheland. Kijk gewoon naar de lokale politiek. Kijk naar de, ondanks de naamvoering die je ook landelijk tegenkomt, naar wat die lokale politici met u willen. En wat ze voor hebben met uw gemeente. Laat u zich dus niet leiden door de Mark rutte syndromen of andere zaken. Nee, kies gewoon voor een partij. Die het lokaal met uw gemeente het beste voor heeft. Ja, en dan, uh, ik heb mijn jasje uit, want zelfs nu op deze dag is het uh, nog uh, zo uh, dik 20 graden. Uh, we hebben een prachtige zomer gehad, uh, maar we gaan helaas ook in bestuurlijke zin een, uh, een barre herfst tegemoet. We hopen dat het qua weer in ieder geval voor u uh, redelijk en interessant blijft. Dat we nog veel kunnen fietsen en wellicht toch nog in uh, eind augustus, begin september een beetje van het strand en de kust kunnen genieten. Maar dat wij in bestuurlijke zin alle zeilen bij moeten zetten. om wederom de kortingen van Den Haag te overleven. dat mogen duidelijk zijn. En eh, ja, als u naar dit programma kijkt. dan hoop ik dat u de gelegenheid heeft. om eh, met mij toch nog even te mijmeren. over dat prachtige Kinderdorp. en al die gerechten die we daar gekookt hebben. Want als ik erover nadenk. en ik zie het in mijn geest weer voorbij komen. die Bami. en al die andere lekkere gerechten. die we met al die vrijwilligers hebben gemaakt. voor de vrijwilligers. dan loopt het water in de mond. En eerlijk gezegd ben ik op een leeftijd dat als dat gebeurt, ik eh, gewoon afscheid van u moet nemen, want ik ga gewoon lekker eten. Tot de volgende keer.